Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Orde van raadgevende ingenieurs buigt zich over moderne contractvormen en infrastructurele werken in Suriname. President Santokki spreekt waardering uit naar Apache Suriname Corporation. President en vicepresident nemen sportaccommodatie Beekhuizen in gebruik. NCCR evalueert situatie in Brokopondo tijdens veldbezoek. En districtscommissaris Osei Yabini laat licht schijnen over uitdagingen en ontwikkelingen Paramaka. Het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing heeft een evaluatie gemaakt van de stand van zaken in de door watersnood getroffen gebieden in Brokopondo. Dit gebeurde tijdens een veldbezoek op zaterdag 28 mei 2022. Het NCCR deed het district aan met vertegenwoordigers van het crisismanagementteam van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Het voornaamste doel van het veldbezoek is om de noodhulp efficiënt te doen verlopen. Wij spraken Sharon Westerloo-Pinas, voorzitter werkgroep ROS, in het crisismanagementteam. Tot nu toe, of laat me alvast zeggen dat ik het een heel goed gelegenheid vind om als lid van het Nationaal Crisismanagement Team zelf aanwezig te zijn. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld je beter te verbinden met de mensen, want je ziet die dingen via social media. Je hoort zoveel zaken, maar als je er zelfs bij bent, dan heb je eigen oriëntatie. En de actuele ontwikkelingen die ik heb gezien is dat NCCR bezig is op het veld. Ik heb ook gezien dat vanuit het team van NCCR dat er hard gewerkt wordt. Kijk, mensen in nood willen graag geholpen worden en hoe eerder, hoe beter. Maar vanuit NCCR zelf wordt er heel hard gewerkt en de resultaten zijn daar. Bijvoorbeeld, ik heb gezien waarbij er ruimte vrij is gemaakt voor de school die onder water is gelopen, dat de kinderen toch wel kunnen genieten van onderwijs. Ik heb ook gezien dat er vandaag weer pakketten geleverd zijn, natuurlijk aan de hand van de behoeften. En zo probeert NCCR in te komen waar nodig. Ik weet niet als ik het mag verklappen, maar in het team is ook besproken dat we komend week, uiterlijk vrijdag, al operationeel moeten zijn vanuit het nationaal team zelf om de verschillende gebieden aan te doen en de behoeftes zo tegemoet te komen. We maken nu kleine stapjes, omdat we eerst moeten communiceren met elkaar. Dinsdag zijn er vergaderingen gaande. Elke dag hebben we een meeting met het NCCR. Vandaag is zaterdag, maar we zijn op het veld vanwege het feit dat het werk uitgezet moet worden. En daarvoor is communicatie echt belangrijk, zodat we op één lijn kunnen staan. Wij die vertegenwoordigers zijn vanuit onze ministeries, moeten rapporteren naar de minister. Het lijkt wel op een te lang traject, maar we moeten op één lijn staan voor wat de communicatie betreft, om zo succesvol werk te kunnen afleveren. Om eerlijk te zijn, moet ik aangeven
dat het crisismanagement team op het ministerie niet al te lang is geïnstalleerd. En dat wij zelfs ook bezig zijn de communicatielijnen een beetje anders te richten, zodat het effectiever kan werken bij de aanpak van dit alles. Kijk, wij zijn Suriname, toch? En wij gaan het met z'n allen moeten doen. Het gaat niet alleen om de gebieden die onder water zijn gelopen, maar het is iets dat ons allen treft. We gaan bij elkaar moeten komen. We gaan onze mond moeten gebruiken om op te bouwen en niet om af te breken. We gaan ons moeten inzetten om een positieve bijdrage te leveren tot de oplossing van dit alles. Dat is mijn boodschap. Laten we samenwerken. Laten we samen bundelen. Laten we ervoor kiezen om bewust negatieve en afbrekende zaken achterwege te laten en te gaan voor het hoger doel. En ik denk dat het hoger doel gewoon te maken heeft met dat alles weer in orde komt met die mensen en dat de gemeenschap geholpen wordt, zij die getroffen zijn. Want vandaag zijn hun het, maar morgen kunnen wij het zijn hier vanuit Paramaribo. De hedendaagse ontwikkelingen in de wereld van infrastructuur vragen dat er anders gekeken wordt naar bouwcontracten. Dit is een van de punten die aan de orde is gekomen tijdens een paneldiscussie van de Orde van Raadgevende Ingenieurs in Suriname, ORIS, op vrijdag 27 mei 2022. De activiteit in het Assuria Event Center had als titel Moderne contractvormen voor infrastructurele werken in Suriname. Wij spraken ORIS-voorzitter ingenieur Ravindra Patandin. De ORIS, Orde van Raadgevende Ingenieurs, is eigenlijk in 1979 opgericht. En we hebben een van de doelstellingen is om toch maatschappelijke onderwerpen te bespreken, aan de orde te stellen. In het kader van zeg maar, onze beroep, raadgevend ingenieur zijn. En in dat kader hebben wij een dag geprojecteerd, dat is vandaag, Engineers Day. Om een thema te nemen die door de engineers, voor de engineers en eigenlijk met de engineers wordt besproken als panel. Dat is vandaag gebeurd. De titel die heeft eigenlijk te maken met wat er gebeurt. Er zijn veel aanbestedingen, maar ook expressions of interest van de overheid onder andere. Die te maken hebben met allerlei grote infrastructurele werken. Brug over de Quarantainrivier, brug over Suriname rivier, misschien een nieuwe afvalverwerkingsinstallatie. Kortom, er zijn veel grotere projecten op komst. En wij meenden dan om te kijken van, helpen de huidige contractvormen, is dat voldoende? Of moet je toch gaan kijken naar andere type contractvormen? En daarvoor is vandaag het thema gekozen om een beetje de discussie te hebben, zodat we ook met voor de overheid, maar ook met de overheid hierover verder kunnen praten. Er zijn veranderingen zijn natuurlijk nodig. Wij hebben in Suriname een contractvorm, bekende contractvorm is UWS, hè, uitvoering voor werken in Suriname. Maar dat is een traditionele contractvorm. Bij die hele grote, waar je vooral met internationale bedrijven te maken hebt, die kennen UWS niet. Die willen juist gaan naar type contracten die zij kennen of die in ieder geval in de wereld beter bekend zijn. Bijvoorbeeld de FIDIC-contracten. En daar moeten wij ons in beter verdiepen. Er worden al met FIDIC-contracten gewerkt. Maar het is wel nodig om met wat meer te verdiepen, zodat we beter voorbereid zijn om ook met die internationale partijen dus te kunnen samenwerken. De overheid die wil graag publiek-private samenwerking. En wij proberen vanuit de private sector onze bijdrage te leveren door tenminste hierover te kunnen praten. Maar niet alleen dat, ook te zorgen dat de overheid misschien op een bepaalde manier meegeholpen wordt, aan de hand wordt genomen of in elk geval op ons kan rekenen wanneer het gaat om verder te gaan.
President Chandrika Prasad Santokhi heeft op zaterdag 28 mei 2022 zijn waardering uitgesproken aan het adres van Apache Suriname Corporation. Het staatshoofd complimenteerde het bedrijf voor dienstwerk in Suriname en de opening van Apache's nieuwe kantoor eerder dit jaar. President Santokhi legde de nadruk op het belang van een goed partnerschap, hetgeen volgens hem fundamenteel is voor optimaal succes. Het staatshoofd legde op zaterdag 28 mei een bezoek af aan het boorschip van Apache in de Surinaamse kustwateren. President Santokhi werd hiertoe op 29 maart van dit jaar tijdens de open house van APA Suriname Corporation door de leiding van de onderneming uitgenodigd. Dit zodat het staatshoofd de booractiviteiten van dichtbij kon bezichtigen. Naast president Santokhi werd onder meer ook ambassadeur Karen Williams van de Verenigde Staten per helikopter naar de locatie overgevlogen. President Santokhi toonde zich vereerd met de uitnodiging CQ zijn eerste bezoek aan het boorschip. Hij noemde Apache Corporation Suriname's vertrouwde partner in de offshore. Het staatshoofd merkte op dat het doorzettingsvermogen van de onderneming heeft geleid tot de eerste ontdekking in de Surinaamse offshore. Hij gaf aan dat de Surinaamse regering klaarstaat om haar rol te vervullen door de activiteiten van Apache Corporation te ondersteunen. President Santokhi herhaalde daarbij ook zijn verzoek om hulp in de door watersnood getroffen gebieden. President Chandrika Prasad Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk hebben op vrijdag 27 mei 2022 samen het lint doorgeknipt bij de ingebruikname van de Beekhuizen sportaccommodatie. Dit kunstgrasveld is gefinancierd uit het Staatsolie Sportfonds en geïnitieerd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Met de nieuwe beleidsinzichten van deze regering staan de ontwikkelingen binnen de sport volgens president Santokhi hoog op de agenda. Het staatshoofd legde daarbij de nadruk op het decentralisatieproces. De aanleiding is eigenlijk de ceremoniële opening en eigenlijk overdracht van niet alleen multipurpose kunstgrasveld de Beekhuizen, maar ook de World Coaches. Omdat wij niet alleen veld willen plaatsen, we willen ook duurzaam beleid implementeren waarbij wij World Coaches die getraind zijn door KNVB, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, om hieraan bijdrage te leveren qua training, maar ook een deel van de opvoeding van de verschillende buurtbewoners. Niet alleen Beekhuizen, maar Beekhuizen en omgeving. Ik heb goed geluisterd naar alle sprekers. En een paar dingen zeggen ze allemaal. En dat is namelijk dat sport verbindt. Maar die verbondenheid vandaag is veel ruimer. Het is een verbondenheid tussen twee landen. Nederland en Suriname. Het is de verbondenheid die wij vandaag ook hier hebben. Tussen ons centraal beleid en decentralisatie. Want vaak zien we sportvelden komen, maar alleen voor de stad. Vandaag zien we ook ontwikkeling in de districten, in de randdistricten. En dat is wat we moeten hebben, want er is enorm veel talent. Want de burgemeester van Amsterdam is ook niet zomaar hier. Want in Amsterdam heb je een voetbalclub, heet Ajax. En ik ben 100% zeker, die voetballers van hier, met het talent wat we hebben en ook de ondersteuning die we krijgen hier met een kunstgrasveld. Eén van jullie gaat een keertje daar in Ajax voetballen. 100%. We hebben alleen maar voorbeeldfiguren vandaag gezien bij in onze politieke figuren. De president geeft aan dat hij aan het afvallen is. De vice-president is zo sportief bezig. En ook de minister is sportief gekomen om eigenlijk de Surinaamse vrouw te empoweren in samenwerking met de burgemeester van Amsterdam. En dat is die extra push, die extra motivatie, die extra lead by example, leadership die we zien vanuit onze hoogwaardigheidsbekleders. En ik apprecieer dat, ik waardeer dat en ik ben heel erg blij dat ze allemaal hier waren om het goede boodschap van sportiviteit en gezondheid te delen.
willen niet alleen aan Beekhuizen, maar aan de totale Surinaamse gemeenschap. Oké, ja, sta. Uno max flow. Rena gore. Jeki ya pasa. Bala mare. Ike pone tambo. Wanna one mission. Un complete mission. Seriusu. Ano comedy show. We son team. We son kondre gore. Adi kuri. Ike go. Go. Het bestuursresort Paramacca in het district Sipaliwini kent net als andere gebieden van Suriname ook zijn uitdagingen en ontwikkelingen. Binnen dit bestuursresort staat energievoorziening hoog op de agenda, als ook onderwijs en gezondheidszorg. Districtscommissaris Osei Yabini laat in gesprek met de communicatiedienst Suriname zijn licht schijnen op verschillende zaken zijn bestuursgebied rakende. De burgervader gaat bij deze gelegenheid in op de wateroverlast die ook delen van Paramacca heeft getroffen. De grote uitdaging is dat 95% van de dorpen eilanden zijn. En u weet, eilanden, het is moeilijk als je bepaalde ontwikkelingen wil brengen naar daar. En het land of dorp is omringd door water. Toch als het op vasteland is, als het dorp op vasteland is, dan kan je sneller ontwikkeling brengen dan wanneer het een eiland is. Een van de zaken is bijvoorbeeld de stroomvoorziening. Het is moeilijk om bijvoorbeeld over de rivier naar de eilanden toe stroom te trekken of de dorp te voorzien van stroom. Dus dan moeten we gaan kijken naar andere opties die eigenlijk voor een duurzame oplossing kunnen zorgen. Deze dorpen zijn ook meegenomen. Zodra het zover is, dan zullen we samen met de regering gaan zitten om te kijken hoe wij deze dorpen kunnen voorzien. Maar een andere uitdaging is ook dat deze dorpen laag zijn en dat ze snel onder water gaan. Dus we moeten ook gaan kijken naar hoe gaan we bijvoorbeeld als we zonnepaneel gaan plaatsen. Op welke manier, welk systeem gaan we gebruiken bijvoorbeeld dat die zonnepanelen bijvoorbeeld niet onder water gaan. Toch? Want dat was, ook het geval bij Guyaba, een andere resort waarbij die zonnepanelen onder water waren en weer gereactiveerd moesten worden. Dus we moeten dan gaan kijken bij ons van op welke manier gaan we het op een hogere stellatie zetten, gaan we het op een manier zetten waarbij ondanks de dorpen onder water gaan, dat de zonnepanelen toch het dorp kunnen voorzien van stroom. Het gaat om Loka-Loka. Loka-Loka is de laagste. Zodra er een kleine wateroverlast is, dan heb je al dat Loka-Loka bijna helemaal onder water gaat. Dan heb je Skintabiki, Atimsa. Atimsa is wel op vasteland, maar het deel langs de rivier, het grootste deel, die gaat ook onder water. Je hebt Tabiki Ede, Pakila Tabiki, Skintabiki had ik al genoemd. Krikimofo is de hoogste, die gaat niet onder water, omdat die op een heuvel zit. Dus bij Krikimofo hebben de mensen geen last van wateroverlast. Nason is getroffen. Lange Tabiki is voor een vierde deel getroffen. Dus bijna al die dorpen, behalve Krikimofo, maar bijna al die dorpen overige dorpen hebben last van wateroverlast. Oké, het is zo dat toen we aantraden, ik sprak al over energie, dat veel van de dorpen verouderde generators hadden. Bijvoorbeeld Loka-Loka had 6 jaar lang geen energie. En toen ik daar ben gegaan op mijn eerste werkbezoek, hebben ze dat aangekaart. En samen met het ministerie van NH hebben we echt gezorgd dat uiteindelijk na 6 jaar dat ze toch energie konden krijgen. Het dorp Atimsa had ook een verouderde machine. Samen met de ondersteuning van Nieuwmond is er gezorgd voor een nieuwe generator, waardoor ze nu een splinternieuwe generator hebben gehad. Ook Lange Tabiki had ook een verouderde generator.
En we hebben ook gevraagd aan Nieuwmond naar ondersteuning. En Nieuwmond heeft ook daar ondersteuning gegeven. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.